zijn op Infratech, tweede dag. Gisteren hadden we duurzame dinsdag. Vandaag hebben we ons thema samenwerking met de markt. Dat vinden we hartstikke belangrijk, want alleen samen met de markt kunnen we onze opgaven realiseren. Maar wat eigenlijk de kracht van samenwerking is, is dat je dus gezamenlijk met andere partijen gaat kijken van wat de mogelijkheden zijn. Eerst was het altijd zo dat je als waterschap wel wist hoe het dan moest. Je maakt een plan, je zet een bestuurder naar ergens op een podium, die legt het nog een keertje uit en je geeft aan dat je volgende week gaat beginnen. Even heel snel op die manier. En aan de andere kant is het dus zo dat we in deze fase hebben gezegd van nee, we hebben een opgave, we moeten wat doen als waterschap zijnde. We moeten maatregelen treffen ten aanzien van klimaatverandering en bodemdaling, maar we weten nog niet hoe. En help ons en denk met ons mee. En misschien zijn er nog wel andere ideeën en wensen die ook belangrijk zijn die je gezamenlijk op kan pakken. Als je zicht hebt op wat er aan projecten aankomt, is voor marktpartijen ook het perspectief in beeld om te innoveren. En de projectenkalender is niet uitsluitend in het belang van de marktpartijen, maar ook voor de waterschappen zelf. Zojuist is de geactualiseerde projectkalender van de samenwerking waterschapswerken overhandigd aan mij. Nou ja, die naam is denk ik al duidelijk. Het is een kalender, een lijst met projecten die we in de pijplijn hebben voor de komende jaren. Dat is informatief voor de markt, dan weten zij wat eraan komt. En dan kunnen ze zich daarop voorbereiden, kunnen ze zorgen dat ze op tijd klaarstaan om hun aanbiedingen uit te brengen. Dat de waterschappen die moeite hebben gestopt en de transparantie hebben gegeven om die projectenkalender met elkaar op te zetten, is voor ons ook heel fijn. Wij zien de projecten aankomen, we kunnen onze offerteteams opleiden. We kunnen onze projectteams, die projecten hopelijk uit gaan voeren, ook al vrijmaken. En op deze manier kunnen we beter anticiperen. Hartstikke leuk om te zien dat de gesprekken echt loskomen hier op het plein. Het is druk bezocht, we hebben lekkere koffie, dat is altijd goed. We zijn heel blij dat we nu op Infratech staan, dat we kunnen laten zien wat we doen, dat we kunnen laten zien dat we er zijn en dat we gewoon hartstikke mooi werk in de aanbieding hebben. Dus kom vooral langs.